Het is een mooie reeks, behalve die moeilijke match in Brussel begin januari hebben we altijd goede prestaties neergelegd. Dus ik hoop dat we zo verder blijven doen. Maar nu mogen we een beetje genieten van die overwinning van vandaag. En vanaf morgen is het al alleen Antwerpen telt, de volgende match. Heel sterke eerste helft tegen Dessel, had niet zoveel kansen, maar de tweede kans laten liggen, de 2-0. Ja, als het 3-0 aan de rust is, is er niks te zeggen. En we kunnen misschien dan rustiger spelen in de tweede helft. Het bleef maar 1-0, dus het is een beetje ons verhaal van dit seizoen. Goed spelen, heel goed spelen thuis, kansen creëren, niet afmaken. En dan blijft de tegenstander in de match. En zo kunnen ze nog altijd terugkomen. We hebben niet veel werk gehad verdedigend. Ze hebben één trap gedaan op 90 minuten, dus Anthony Morris was wel alert. Maar voor de rest hebben we niet veel moeten doen eigenlijk. Volgend weekend Antwerp, een heel andere wedstrijd. Ploeg die ook bovenaan draait, ook een beetje problemen heeft, maar toch traditie en ambitie heeft. Ja, maar elke verplaatsing is moeilijk. En jullie zien het ook, elke thuismatch is moeilijk. Dus we gaan binnen 2 weken naar Antwerpen. We gaan daar ons best doen, zoals we altijd doen. Onze 2 laatste verplaatsingen waren goed qua resultaat en qua inzet. Dus we gaan met dezelfde inzet ginder gaan. En hopelijk kunnen we ook goed spelen en winnen.